klein knolletje. Gaan we weer morgen laten zwemmen. Altijd weer top. Dat hebben we hier. Een platte. Een kleine platte. Ik ga hem toch even pakken met netje. Nou, platje. Gaan we laten zwemmen. Hopen dat de karp er komt. Mooi klein polderschupje. Nou, allemaal top. Ga weer laten zwemmen. Leuk gevechtje gehad. En op naar het volgende stekje. Ja, maar dat is een snoek en dit is een karper. Mooi, hè? Nou, gaan we weer mooi laten zwemmen. Ja. Kijk, en dan zwemt hij weer rustig. Hè? Nou, hopen dat hij wel blijft zitten. Ja, dat is een visje. Ja, dat. Ja, dit is een karpertje. Kleintje. Kijk,
En precies in die lip, daar komt het haakje te zitten. En dat voelt hij niet. En dat kunnen we dan ook heel makkelijk losmaken. Ja hoor, hij knort ervan, want hij wil weer heel graag zwemmen. Nou, gaan we hem weer de vrijheid geven. Nou. Een vette giebel. Al wat verwondingen. Dus waarschijnlijk heb hij al zijn kuit misschien verschoten. Is ook niet meer heel dik daar. Maar blijft leuk visje als bijvangst. Op voor meer.